Hi, ik ben Martijn en ik sta hier op de stand van Garmin op de IFA in Berlijn 2019. De grootste techbeurs van Europa. En zoals je kan horen, mijn stem is kapot. Goed, ik ben terug in Rotterdam en mijn stem doet het weer. Op die stand in Berlijn lagen vier nieuwe vette modellen van Garmin en in deze video ga ik je er alles over vertellen. Garmin lanceerde naast de Fenix 6, die al een tijdje geleden bekend is gemaakt, nog drie nieuwe vette andere horloges. Namelijk de Garmin Vivo Move 3, de Vivo Active 4 en de nieuwe Garmin Venu. We starten met de laatste twee modellen omdat die eigenlijk best veel op elkaar lijken. Oké, de Vivo Active 4 en de nieuwe Venu. Het zijn GPS smartwatches, zoals Garmin dat zelf noemt. Het zijn horloges die enorm veel functies hebben die ervoor zorgen dat je 24 uur per dag je gezondheid kan tracken. Dat doen ze bijvoorbeeld met Body Battery, Pulse OX en het bijhouden van je ademhaling en hydratatie, zodat je kan bijhouden hoeveel je drinkt. Daarnaast meten ze natuurlijk ook wat oudere modellen en andere modellen van Garmin ook kunnen meten. Denk bijvoorbeeld aan stappen, calorieën, stress, slaap, hartslag, menstruatiecyclus en VO2 max. Garmin heeft meer dan 20 sportprofielen in deze modellen gestopt voor binnen- en buitensporten. En nieuw zijn de geanimeerde workouts. Je krijgt op je scherm een animatie te zien, zodat je precies weet hoe je de oefening moet uitvoeren. En de geanimeerde workouts die je kan doen zijn voor kracht, cardio, yoga en pilates. Beide modellen hebben ook Garmin Pay, dus je kan betalen met je horloge. Ze geven je smart notificaties en ze hebben allebei 8 GB interne opslag, zodat je 500 liedjes van Spotify en Deezer kan opslaan. En dat is handig, want dan hoef je niet meer je telefoon altijd in de buurt te hebben om bijvoorbeeld muziek af te spelen. De grote vraag is eigenlijk, wat is nou precies het verschil tussen deze twee modellen? Ze zien er bijna hetzelfde uit op wat opties voor andere kleuren na. De kasten hebben exact dezelfde vorm en ze hebben twee knoppen die precies op dezelfde plek zitten. De bandjes en de gespen zien er ook hetzelfde uit en ze hebben allebei Gorilla Glass 3. Er zijn twee grote verschillen. Ten eerste de grootte van de kast. De Vivo Active komt in een 4 en in een 4,5 centimeter en de Venu zit daartussenin met 4,3 centimeter. Een voordeel van grotere horloges is dat de batterijduur beter wordt omdat er een grote batterij in het horloge past. Het tweede en eigenlijk het meest opvallende verschil is het scherm. De Venu heeft een AMOLED scherm waar de Vivo Active een normaal NIP scherm heeft. Dat AMOLED scherm heeft een veel hogere helderheid en beter contrast. Daarnaast heeft hij ook meer pixels waardoor hij een scherper beeld geeft. Wat er tegenover staat is dat de batterij van de Vivo Active langer meegaat omdat een AMOLED scherm meer energie vraagt. De Venu gaat 5 dagen mee en de Vivo's 7 en 8 dagen. Dus de vraag die je jezelf moet stellen als je twijfelt tussen deze twee horloges is: wil ik een mooier scherm op mijn horloge of wil ik liever een paar dagen langer met de batterij kunnen doen? Want buiten die twee dingen zijn deze twee horloges nagenoeg hetzelfde. Wil je nou nog meer batterijduur? Blijf dan kijken, want de Fenix 6 gaat daar ruim overheen. We gaan eerst even kijken naar de nieuwe Vivo Move. Het was 2017 toen Garmin de Vivo Move HR uitbracht en ik sta hier nu met de nieuwe Vivo Move serie. Ze hebben namelijk een Vivo Move 3 en een Vivo Move Style. Ten eerste vind ik het heel vet dat er weer een nieuwe Vivo Move is uitgebracht, want je ziet niet zo vaak een horloge met een fysieke wijzerplaat met daarachter een touchscreen. En ten opzichte van de Venu en de Vivo Active die ik zo net liet zien, meet hij niet eens zo heel erg veel minder. Wat nieuw is voor alle horloges in de Vivo Move serie is dat je kan reageren op WhatsApp berichten. Hij kan je agenda tonen, hij heeft Body Battery voor trainingsadvies. Hij meet zelfs zuurstofsaturatie en hij kan ook hydratatie meten zodat je kan bijhouden hoeveel water je drinkt. Daarnaast meet hij meer sporten dan het model uit 2017. Denk aan hardlopen, fietsen, zwemmen, krachttraining, cardio, crosstrainer, traplopen en zelfs yoga. Dat is wat deze horloges allemaal kunnen meten. De Vivo Move Style gaat nog een paar stappen verder dan de 3 en de 3S uit deze serie. Deze heeft een NFC-chip waardoor je Garmin Pay kan gebruiken en dus kan betalen met je horloge. Daarnaast heeft hij een AMOLED kleurenscherm en je kan kiezen voor een nylon bandje in plaats van siliconen, wat het horloge een stuk stijlvoller en lichter maakt. Het tofste van deze serie is eigenlijk wanneer de wijzers en het scherm samenwerken om je dingen te laten zien. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de ademhalingsoefening, waarbij de wijzers naar buiten gaan en het scherm laat zien wanneer je in en weer uit moet ademen. Oké, dan gaan we nu kijken naar de nieuwe Fenix 6 serie. Dit is wat Garmin hun ultieme outdoor GPS smartwatch noemt. Dit ding kan zo ongelooflijk veel meten dat ik vooral ga vertellen wat nieuw is ten opzichte van het model van vorig jaar. Hij is natuurlijk super robuust. Hij heeft American Military Standard 810. Dat betekent dat hij bestand is tegen hitte, kou, schokken en water. Daarnaast meet hij onwijs veel wat te maken heeft met je gezondheid en je prestaties. Er zijn sowieso meer dan 20 voorgeprogrammeerde sportprofielen waar je uit kan kiezen. En daarnaast heeft hij ook Body Battery Monitor, waarmee je advies krijgt over wanneer je klaar bent om te sporten of wanneer het juist verstandig is om even te rusten.
Daarnaast meet hij ook VO2 max die aangepast wordt aan de temperatuur en de hoogte waarop je je bevindt. Garmin is natuurlijk de grondlegger van navigatie en dat zie je ook echt terug in deze Fenix 6 serie. Ten eerste hebben ze afslag voor afslag navigatie op kaart op je horloge en daarnaast heeft hij 41.000 golfbanen en 2.000 skigebieden wereldwijd ingebouwd in dit horloge. De Fenix 6 serie heeft echt een extreem goede batterijduur. Het is waarschijnlijk zo dat je zelf eerder uitgeput raakt dan het horloge. Ze komen in drie maten, de 6S, de 6 en de 6X. Die kleinste gaat 9 dagen mee, de middelste 14 dagen en de 6X zelfs 21 dagen. Sterker nog, er zijn power managers en expeditiemodus waarmee je de batterijduur nog meer kan verlengen. Dus je kan de wildernis ingaan zonder elektriciteit of powerbanks. En met die instellingen ervoor zorgen dat het horloge tot 46 dagen meegaat op één acculading. Tot slot kan je natuurlijk ook Deezer en Spotify installeren op dit horloge. En ten opzichte van de Venu en de Vivo Active eerder in deze video heeft de Fenix 32 gig interne opslag, wat goed is voor 2000 liedjes. Oké, dit waren een hele hoop horloges en een hele hoop specificaties. Ik ben vooral eigenlijk heel erg benieuwd welk van de vier jij het allervetste horloge vindt. Dus laat dat weten in de comments. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende video. Doei!